Toen ik vorig jaar in Helsinki was, toen zag ik deze villa op een plaatje. En ik dacht, ja, dit gebouw moet ik echt gaan bekijken. Het is de Villa Diederichsen, een bungalow gebouwd in de jaren 60 door architect Revel. En die architect die werd aangeraden aan het echtpaar Diederichsen door niemand minder dan Avar Aalto. Het is gebouwd in een modernistische stijl en het is gelegen op een fantastische plek op een van de eilanden die op dat moment nog helemaal natuurlijk was. Je kijkt zo uit over het meer dat nu natuurlijk helemaal bevroren is en in de sneeuw ligt. De architect die ontwierp de villa voor het echtpaar dat rijk geworden was aan de import van cosmetica, waaronder dat van beroemde merken zoals dat van Chanel. En toen het echtpaar kunst begon te verzamelen in de jaren 40, toen werd de villa helemaal volgehangen met prachtige werken. Niet alleen moderne kunst, maar ook pre-Columbiaanse kunst. De bungalow heeft een kenmerkende opzet met onder andere een binnenplaats waar een beeld is te vinden van Henry Moore en een mooie vijver. En je ziet ook hier binnen de kenmerken die heel erg bijzonder zijn, namelijk een vijver met een lichtkoepel. En dat maakt dat deze bungalow met al zijn materialen het monument van de dag is.